In deze video ga ik laten zien hoe je deze flower care sensor kan gebruiken in je huis door hem ofwel te gebruiken op je telefoon, waar er allerlei informatie staat over de temperatuur, over de vochtigheid, over de voedingswaarde van de grond, hoe je daar grafieken over kan zien, maar niet onbelangrijk hoe je hem kan integreren in Home Assistant, hoe je daar met specifieke hex-integraties hele mooie dashboards van kan maken en hoe je er eventueel ook automations mee kan maken. Let's go! Ik heb deze sensor en nog twee toegestuurd gekregen van TechPunt om te reviewen, om te kijken wat ik ervan vond en om een video te maken hoe ik die allemaal integreerde. Waren ze benieuwd naar? Dankjewel daarvoor. Verder heb ik er geen sponsoring voor gekregen, maar ik vind het wel heel tof. Ik wil het eigenlijk al langer gaan gebruiken. Mijn vrouw is nogal een plant lady, zoals ik er ook noem. En we wilden wel eens weten welke planten nou meer of minder water nodig hebben. En wie weet konden we er iets grappigs mee doen als we op vakantie zijn. En konden we erachter komen waar we beter met die planten om konden gaan. Hier laat ik zien hoe de flower care wordt in het doosje zit. Er zijn verschillende types van. Dit is wel de meest gangbare. Het is ingepakt in een mooi doosje en ook de apparaat zelf is van goede kwaliteit. Er zit een enorme handleiding bij en grappig genoeg zit er ook gewoon een Nederlandse pagina bij, wat eigenlijk wel heel fijn is. Hier zie je ook een QR-code staan. Die QR-code is om de app te downloaden, maar ik zal dadelijk laten zien dat bij mij de QR-code niet werkte. Wat op zich geen probleem was. Je ziet hieronder de twee aansluitingen waarmee die de metingen doet. De vocht, de voedingswaarde en daarnaast aan de bovenkant de temperatuur. En die moet je dus netjes in de grond steken. Hij wordt geleverd met batterij, maar je zult eerst er een plasticje tussenuit moeten trekken, omdat die anders al natuurlijk aan het leeglopen was. Dus daarvoor halen we eerst het kapje eraf. En dan zie je hier een klein uitsteekseltje, een pieleke. En dan trek je het plasticje eraf. Nou, vervolgens moet je ervoor zorgen dat het oranje randje, waarschijnlijk om tegen water te beschermen, goed zit. En je klikt hem weer terug erin. En that's it. Dus nu staat hij aan. En nu kun je hem gaan toepassen, oftewel in je plant steken. Je steekt hem volgens mij voor 2/3 erin. Ik denk niet dat er heel snel fout gaat. En schijnbaar moet je hem erin steken als de plant niet helemaal uitgedroogd is. Dus misschien moet je hem eerst water geven. Nou, dan scan ik de QR-code en helaas pindakaas. Hij zegt de DNS, is, oftewel de website, is niet bereikbaar. Iets met app.huayokuwakuwa.com. Geen idee. Is eigenlijk ook niet zo'n probleem, want ik ga gewoon naar de Google Store. En als ik in de Google Store ga zoeken naar Flower Care, dan kom ik hem vanzelf tegen. Je ziet daar Beijing HHCC plant. En op de doos staat ook HHCC. Dus daarmee wist ik zeker dat het de goede was. En je kunt ook kijken naar het icoontje. Als die er precies hetzelfde is, dan zal het vast wel de goede zijn. We starten de app op. Dan ga je je netjes aanmelden. Maar hij zal ergens eerst gaan vragen waar je bent. Ik weet niet, een of ander China conflict of zo. Meestal zal wel, ik zeg Europa, hartstikke idee. En door. Nou, vervolgens moet je je gaan aanmelden. Dat ga ik hier allemaal niet laten doen, want dan had ik alles er weer uit moeten poetsen. Gekloot, doe ik niet. Haha. Je drukt rechtsboven op het plusje. Dan moet je hem eerst toestemming geven op Bluetooth. En dan zul je je telefoon eigenlijk iets van 10 centimeter bij de sensor moeten houden. En anders kan hij hem niet vinden. Vooral in het begin dus. Daarna hoeft dat niet meer. Nou, als je even wacht, dan zie je al dat hij hem heeft gevonden. Nog even later heeft hij hem ook toegevoegd aan je app. En zul je een plant moeten selecteren. Nou heb ik hier een andere plant geselecteerd als je ziet in de video. Maar je zult even de Latijnse naam van je plant moeten pakken. En dan selecteer je dus de plant uit de plantendatabase. En dan trekt hij vanuit daar alle gegevens eruit. Namelijk hoeveel vocht zo'n plant wil hebben. Wat voor voedingswaarde die wil hebben. Hoeveel licht en dat soort dingen. En vervolgens is die succesvol toegevoegd. Als je er nu op klikt, zie je hier de waardes die worden uitgelezen. Je ziet in rood de waardes die buiten de range vallen, zoals de plant in de database het aangeeft wat hij wil hebben. Dus bijvoorbeeld vochtigheid tussen 15 en 65%. Dat heeft hij te veel. En de vruchtbaarheid is
ook te veel, namelijk bijna 3 keer te veel. Hoe dat komt, ik weet niet. Ik weet niet wat mijn vrouw allemaal in dat ding douwt, maar hij vindt het niet zo fijn. Alhoewel die plant het prima doet. Nou, ondertussen heb ik al meerdere van dit soort planten geïnstalleerd. Dus ik heb 3 sensoren en 3 planten. Als je op de plant klikt, dan zie je dus dat de vochtigheid te hoog is. Als je daarop klikt, dan zal die ook aangeven wat hij wil dat je doet. Nou, hetzelfde geldt voor vruchtbaarheid, hoe je moet bemesten, bla 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 bla. In dit geval heb je dus twee rode, maar het kan ook zijn dat bij deze plant is alles prima en dan zegt hij geen actie nodig. Klik ik nou bij de plant op het pijltje rechts naast het fotootje, dan kom je bij de grafieken uit. Dan zie je dus alle gemeten waardes, volgens mij elk uur, misschien wel wat vaker, maar in ieder geval in de telefoonapp zou die het zo vaak uitlezen. En dan zie je dus in dit geval wanneer ik hem heb water gegeven en hoe die dan ook weer afloopt, want langzaam loopt dat ding leeg. Wat belangrijk is om te weten, is dat de sensoren worden uitgelezen met Bluetooth. En dus als je telefoon in de buurt is. Heb je je telefoon dus meegenomen naar boven of neem je hem mee naar je werk, dan zul je dus zien dat er een gat komt in je data. Nou, zijn ze ook niet zo stom. Ze trekken dat gat gewoon weer dicht op het moment dat je weer thuis komt. Dan synchroniseert hij en dan haalt hij de ontbrekende data weer binnen. Maar je moet wel begrijpen dat op het moment dat jij er niet bent, dat je dus geen waardes hebt. Tot zover de installatie van de sensor en het gebruik van je telefoonapp. De volgende stap is om in Home Assistant toe te voegen voor dashboards en voor je automations. Als je naar devices gaat, de settings, devices, dan zie je dat die plantsensor automatisch gevonden wordt als een Xiaomi BLE sensor. In dit geval heb ik er 2 in de aanbieding, maar die andere is die nu net aan het oppikken. Ik had de eerste nog niet geconfigureerd en die tweede die ben ik in dit geval net aan het toevoegen aan mijn telefoon. Je ziet dus dat je hem kan configureren. Hier zie je dat mijn tweede sensor aanwezig komt. Ik klik op configureren en eigenlijk is het enige wat ik hoef te doen, is de locatie van de sensor in te voeren. Als ik nou naar de integratie ga, dus daaronder Xiaomi BLE, en ik ga naar de devices, dan kan ik hier de naam veranderen en dat is wel zo handig. Ik ben er nog niet uit of ik nou de sensor een uniek nummer moet geven of dat ik hem de naam moet geven van welke plant die hij heeft. Want je zult zien dat die later dat we een virtuele sensor hier overheen gaan zetten. En dan is het misschien handiger om ze ontkoppelen. In dit geval geef ik hem toch even de naam van de plant, zodat ik hem niet kwijtraak. Nou, je ziet hier dus in het overzicht van deze sensor al dat er een waarde is voor conductivity, oftewel voor de voedingswaarde. Illuminance, dat is de sensor voor het licht. Moisture is de vochtigheid. En de temperatuur is de temperatuurmeter die er ook bovenop zit. En vervolgens kun je dus een grafiek ophalen van de waardes. Oké, een paar dagen verder. Op het moment dat ik nu de sensors weer ga bekijken en ik zie hier de connectivity weer. Ik klik erop, dan zie je dus dat ik een hele grafiek heb met allerlei waardes die uitgelezen zijn. Dus je ziet ook dat die heel precies is in het uitlezen dat hij elke 5 minuten een waarde uit die sensor trekt. Nou, hoe kan dat nou? Omdat Home Assistant zelf een Bluetooth-verbinding opbouwt met die sensor en hem elke 5 minuten die waarde eraf trekt. Dat is dus vaker volgens mij als dat die telefoon app het doet en hij is dus veel meer gedetailleerd. Wat je wel moet weten, je moet dus Bluetooth netjes geconfigureerd hebben in Home Assistant. Heb jij een Raspberry Pi, dan werkt het out of the box. Heb jij een Docker container installatie, dan zul je dat moeten gaan toevoegen zelf. In de video waar ik laat zien hoe ik mijn nieuwe server, oftewel mijn Docker installatie maak, daar laat ik zien hoe ik ook met die dongle aan de slag ga. Dus je kunt dat linkje hier beneden zien. Je ziet hier in deze grafiek de minwaarde, de gemiddelde waarde en de max. En ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet waarom hoe die dat berekent, waar die dat vandaan haalt. Heb je daar een idee van? Zet het in de comments. Dan heb ik weer wat geleerd en de rest ook die aan het kijken is. Wat ook al opvallend was, is als ik hier ga kijken. Soms heb ik hier een gat of in dit geval een hele rare waarde. Dus hier heeft hij ineens 0. Maar het moment dat ik hem installeerde. Dat zou goed moeten zijn. Zo, select. Had ik een waarde. En de volgende dag ging je pas continu meten. Dus er zat in het begin een gat. En stom genoeg deed hij dat bij 2 sensoren. En daarna is hij altijd netjes doorgegaan. Behalve hier heb ik dan weer een rare waarde.
Nou, zal ik hier eens een vingerplant moisture aan toevoegen. Dan zie je dat er ook daar een gekke spike in zit. Dus dat zal er vast wel mee te maken hebben. Dan gaan we eens even kijken bij de andere sensor. Pak ik ook die... Nou, dat is typisch. Ik heb hem dus pas eruit getrokken voor deze video halverwege en nu stop ik hem weer terug. Maar als hij eruit is geweest, meet hij schijnbaar niet meer. Dan zit dat mooie lampje aan de bovenkant. Als je erop drukt, is ook een knop. En zoals je ziet, heeft hij dan weer de waardes te pakken. Als ik hier dan zeg show more, dan heb ik hier natuurlijk een gat te pakken. Omdat ik hem er gisteren uit heb getrokken. Lekker dan. Ik wil hem nu dus toevoegen aan mijn dashboard. En om dat te doen, heb ik hier een integratie gevonden met deze kaart. En deze kaart vind ik er echt vet uitzien, dus daarom wil ik die. Alleen, die flauwe kaart heeft weer een virtuele sensor nodig. En voor die virtuele sensor heb ik Home Assistant Plant nodig. Home Assistant Plant heeft vervolgens weer een open plantboek nodig. Ja, niet verplicht, maar dat is handig. Open plantboek om de verschillende soorten planten op te halen. En dus de waardes van de minnen en de maxen. Gelukkig heeft Olen dit allemaal voor ons gefixt. Wat we moeten doen is eerst de Home Assistant Open Plant boek installeren. Dan open plant. En dan moeten we vervolgens nog eens die flower card installeren. Nou, dat klinkt allemaal heel heftig. Maar op zich valt er wel mee. Dus ik ga naar de open plantboek integratie. En om daar aan de slag te kunnen, moet je eerst een user hebben bij open plantboek. Open plantboek is gewoon een website die op zich niks met Home Assistant te maken heeft. Maar waar alle informatie van de planten worden opgeslagen. Daar moet je een gebruiker aan maken. Alright. En dan log ik in. Ik ga naar Hax. En dan heb ik hier de nieuwe Hax te pakken. Wow, wat gaaf. Nou ja, dat ziet er anders uit, maar eigenlijk, ja, het is iets makkelijker gemaakt. Ik heb hier alles wat ik heb geïnstalleerd. Ik heb hier bij de puntjes, heb ik wederom Custom Repository. Dan kan ik de Custom Repository toevoegen. Die voeg ik toe. En dat is een integratie add. Dan ga ik hier dus plant installeren. Namelijk Open Plantbook. Download. Download. En met de nieuwe Hax integratie zie je dus dat Hax geïntegreerd is. Dus updates die gaan tegenwoordig gelijk met die andere. Maar ook het herstarten. Dus hier staat restart required. Klik ik op, dan zeg ik dat is goed jongen. Submit. Finished. En dan gaat hij hier Home Assistant opnieuw opstarten. Dat is wel heel relaxed toch? Mooi geïntegreerd. Ondertussen zag ik al dat je bij de Open Plant Book een API key op moet halen door naar dit URL te gaan. Dat is dus dezelfde website waar we net hadden geregistreerd. Ik doe hier generate en dan krijg ik hier een vet coole code. En die heb ik dus nodig. En zoals het altijd heeft gewerkt met Hax, is het nog steeds. Ik ga naar Devices and Services. Dan zeg ik Add Integration. En dan voeg ik hier die plant, Open Plantbook toe. En dan vraagt hij, ja, je kan het raden, naar die client ID secret die ik net van die website heb gegenereerd. Submit, Finish. En dan staat hij hierbij. Nou, Open Plantbook is eigenlijk vooral een integratie voor bepaalde service calls. Dus wat ik hier kan doen is als ik naar de developer tools ga en ik ga naar actions, wat vroeger services was. En ik ga hier zoeken naar Open Plantbook. En ik doe een search. En ik doe een search voor CA, perform action. Kijk, dan krijg ik dus alle planten terug die daar waar dat in voorkomt. Nou, dat is natuurlijk niet cool. Dus ik doe hier op flats, perform. En ik krijg die ene plant terug.
Dus daarmee weten we dat die werkt. Als ik nou deze plant specifiek eruit kopieer en ik zeg hier open plantboek get en ik ga die plant specifiek ophalen, dan zal hij waarschijnlijk al die informatie ophalen. Ja. Dus dan zie je dus dat hij van die website de min, maxen, etc. ophaalt en dat hij zelfs hier een plaatje laat zien. Vet man. Dan gaan we eens even terug naar Devices Services Open Plantboek en dan Configure. En dan zie je dus dat hij aan kan geven of hij automatische download voor die planten moet gaan doen. Dat is wel zo handig. Maar die directory moet wel bestaan. Dus ik ga even naar mijn server. Ik ga naar de directory waar ik Home Assistant heb staan. En daar zie ik dus config www. Maar images bestaat niet. Zo, op deze manier heb ik de directory dus aangemaakt en ik heb alle rechten weer gegeven. Ik heb volgens mij in de installatie iets fout gedaan, waardoor hij de gebruiker weer op root zet. Maar met dit chown-commando kun je dat overroelen. Ik zeg hier submit, want die directory bestaat nu. En op deze manier moet ik hem nu dus kunnen downloaden. Dus nu heb ik open plantboek integratie, maar nu wil ik natuurlijk de plant zelf. Ik ga naar Hacks. Even kijken of die repository nou goed is. Open plantboek. Maar die andere doet het niet, gek genoeg. Nou, wat nu dan? Integratie, add. Yes. Kruisje. Dan heb ik hier Home Assistant plant. Klik. Download. Download. Dan kijk ik hier bij settings en dan zie je weer restart required. Nou, vooruit dan maar weer, hè. Submit. En we wachten. Ik ga naar Settings, Devices. En dan heb ik hier ergens... Oh ja, dan moet ik natuurlijk plant toevoegen. Plantmonitor. Yes. En dan kan ik een plant toevoegen. Nou, de plantnaam. De vingerplant. Species laat ik open, denk ik. Dan kan ik bij de sensoren dus de echte fysieke sensor toevoegen. Oftewel deze jongen die ik al heb toegevoegd bij de Xiaomi BLE sensoren. Die staan hier. Dus ik heb hier een temperatuursensor voor de vingerplant. De moisture. Conductie. Conductivity. Illuminance. En humidity, maar die heeft hij denk ik niet. Maar het leuke is, ik heb wel een humidity sensor in mijn woonkamer hangen. Dus die voeg ik gewoon toe. Submit. Ik weet dus niet zeker of ik die species nou niet al had moeten invullen, maar we zullen het zien. Kijk, skipping open plantboek due to missing species. Nou, maar dat wou ik niet. Dus ik ga die toch toevoegen. Niga. Submit. Area. Finish. En als het goed is heb ik hier dus ergens een plant nu staan. Ja, met één device. Hij zegt change to problem. Maar dat komt waarschijnlijk omdat hij dus één van die waardes te hoog of te laag heeft staan. Het is de air humidity. Die moet 60% zijn. Maximaal. En de air humidity is op dit moment 70%. Maar ik weet dus nu even niet zeker of hij hem nu goed heeft geconfigureerd. We gaan er nog eentje doen. Dus ik voeg weer een plant toe. Ik zeg Pilea. Hier, Pilea. En dan... De Galatea. Submit. En nou zou die dus met die open plantboek moeten komen. Yes. Dus je moet gewoon een stukje van die plant invoeren. En dan zeg ik hier de Palatea
calculamology. Submit. Ah, kijk, nou kijk een plaatje. Temperatuur. Dit is de plant die ik wilde. Jazeker. Dan haalt hij al die waarden op en hij trekt het plaatje naar binnen. Succes. Hoppatee. Living room finish. Dus ik ga nog een keer kijken bij mijn plant devices en ik ga naar die Calathea en dan zie ik hier, hoppatee, mooi platje. Humidity had ik niet ingesteld, deze ook niet, dus deze waardes heeft hij te pakken. Nou, gaan we met deze verder, want nu willen we natuurlijk die hele mooie kaart op ons dashboard hebben. Dus ik ga naar Hax toe, Customer Repository, plak hem erin en dan zeg ik Dashboard, Add. Dus ik heb hier die flower card, ook weer van Olen. Thanks Olen. Ok. En dan zeg ik hier, heb ik hier de flower card staan. Klik. Download. Download. Nou, zoals altijd, omdat het een UI element is, hoef ik niet heel Home Assistant opnieuw op te starten. Maar eigenlijk alleen mijn browser sessie en mijn cache. Dus ik doe reload. En dan zou ik hem al moeten kunnen gebruiken. Nou, eens even kijken. Om hem toe te voegen, om ze toe te voegen, ga ik naar Add Card. Dan zeg ik de Flower Card en daar is hij. Super gaaf. Ik klik erop en dan zegt hij al dat ik de vingerplant wil. En dan kan ik hier de batterij van de vingerplant er toevoegen. Dat stapt hij niet gelijk. En dan zie je dus dat hij hier rechtsboven dat hij dan dat batterijtje erbij zet. Nou, dan zie je dat hier een aantal waarden zijn die hij gaat weergeven. En je ziet ook dat deze waarde, die Daily Light Integral, dat hij die niet heeft. En dan kan je hem hier bijvoorbeeld uitzetten. Humidity is van de hele kamer, die ga ik ook uitzetten. Het lullige is dat je nu hier een uitroepteken hebt, terwijl je niet ziet waardoor het komt. En dat komt dus juist door die onderste. Nou, dan kan ik er nog een toevoegen. En dan zeg ik hier weer flower card, dan pak ik die andere, dus de Calathea, wie kent hem niet. En dan zie je hier dat hier nog veel meer waardes op rood staan. Nou, je kunt dus zelf tunen welke je wel of niet wil zien. Save, en ik zeg done. En ik heb dus een hartstikke mooi dashboard met die twee planten erop. En bij deze ook het plaatje, omdat ik die wel netjes via Plantbook heb geïnstalleerd. Nou is de volgende vraag, hoe gaat het nou met automatiseringen? Nou, laat ik eens even kijken, ik ga naar automations. Ik doe create automation, new automation. Het meest logische is, en dat is ook eigenlijk hetgeen wat ik eventueel wil gebruiken, is dat ik zeg, als de numeric state van mijn vingerplant humidity below 40% wordt, oftewel, als mijn vochtwaarde beneden de 40% zakt, nou laat ik maar 30 doen, dan notification over mijn Alexa, plants need water, please check the dashboard. En dat is eigenlijk alles wat ik wil. Nou, je kunt dus dit specifiek doen per plant. Je kan ook de naam van de entiteit eruit trekken en die in je boodschap gebruiken. Als je dat doet, dan kun je natuurlijk voor al je planten in één keer dit checken. Ik heb dus nog niet gevonden hoe je een algemene trigger kan gebruiken als die buiten de gedefinieerde thresholds gaat. Heb je dat toevallig wel draaien? Nou, laat het hieronder weten. Zijn we ook wel allemaal blij. Tot zover deze video en de plantsensor. Nogmaals, Techpunt, dank je voor het opsturen. Echt wel cool spul. In eerste instantie dacht ik, ja, wat moet ik er nou mee? Ook mijn vrouw die dacht, hoor, daar komt u weer. Maar de WAF-factor, Wife Acceptance Factor, was toch wel hoog. Omdat we erachter kwamen dat we bij één plant te veel vocht aan het verliezen waren. En dat kwam door de pot. En omdat we zagen dat de ene plant veel meer water nodig heeft dan de andere. Dus dat is wel leuk om te weten. Daarnaast vind ik de dashboard gewoon super cool en daar hou ik gewoon van en die grafieken zijn ook super tof. Hieronder staat een linkje waar je deze sensor kan kopen. Doe je ding mee. Daarnaast staan er hier nog verder onder allerlei affiliate links van dingen die ik zoal koop en die ik zoal gebruik. Als je daar zelf iets koopt of in de sessie iets anders koopt, dan help je mij weer met een kleine bijdrage voor mijn kanaal. Vind ik tof, kost jou verder helemaal niks. Subscribe
Als jij dit een leuke video vond en dat nog niet bent geweest, zet er een belletje op als je vanzelf wil weten als er een nieuwe video is. En wil je nou nog veel meer zien? Hier heb ik een playlist waar ik nog veel meer nieuwe apparatuur automations laat zien. En ik heb nog een andere playlist waar ik laat zien hoe je met Home Assistant en allerlei integraties aan de slag gaat als dit voor jou nog niet werkt. Dus veel plezier ermee en dan zie ik je snel de volgende keer. Laters!